Dit is dus Power Plus, EcoSavers partner van Green Makeover. En hier staat hij, de held, André. Oh, held? Ja, je bent wel mijn held. Moet nou, je nou eens kijken. Met deze temperatuur wel, ja. Ja, met deze... Hey, super joh, dat ik hier weer mocht komen shoppen voor het programma. Ben je ook nog blij eigenlijk dat je partner bent? Ja, zeker. En ik merk het ook echt in de conversie, met name via internet, via de bolverkopen. Merk ik toch echt dat het aantrekt. En denk je dat mensen voldoende weten wat ze kunnen doen? Dat denk ik wel, alleen het is... ze moeten gewoon uiteindelijk voorbeelden hebben. En dat is leuk van Green Makeover. Dan hebben ze een tastbaar voorbeeld van gezinnen waarin ze kunnen kijken. Oh ja, als hun het kunnen, kunnen wij het ook. En je hebt de zwembroek al aan, hè? Ik zal je niet meer ophouden. Moeten we even een duurzame deodorant voor jou. Die komt ook in het programma. Dus dan moet je goed kijken. Kan me aanbevolen. Hey, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dat was Jouren. Ik rijd dus weg bij EcoSavers, partner van Green Makeover. Zij pionieren mee om Nederland versneld te verduurzamen. Met een stukje bijdrage en producten om heel Nederland te laten zien hoe snel en makkelijk en comfortabel je eigenlijk heel snel in en rond je huis wat duurzamer kan leven. Ik zeg groener leven. Ik hoop dat jij mij ook mee wil helpen. Dus mocht je producten hebben, heel graag, meld het. Ik kan ook nog wel wat budget gebruiken. Het programma heeft zeker geen winstbejag. Alleen, het is toch ontzettend veel werk. Meer werk dan ik had gedacht. Ik ben natuurlijk documentaire maker van huis uit. En nu een televisieprogramma maakt wat ook nog eens aanslaat. Want we hebben toch maar mooi 614.000 kijkers bereikt met de eerste drie pilot afleveringen. En ondanks het ontzettend hete weer, ondanks dat het geen stookseizoen was, blijkt er dus toch animo voor te zien, want je ziet dat de kijkcijfers toenemen per uitzending. Dus mensen willen heel graag weten wat ze kunnen doen. Mensen willen echt wel, maar maak het niet te moeilijk en laat ik gewoon de voordelen zien. Dus het is ook voor het eerst eigenlijk dat er een woon- en lifestyle programma is, compleet over duurzaamheid en op de commerciële zender. Heel veel partijen zeggen, dat is raar. SBS6 of een programma of een commerciële zender die dat doet. Ja, maar daar zit de grote groep mensen die juist nog niet zo goed op de hoogte is van de voordelen ook voor jezelf. En van het belang ook om deze planeet te redden. Dus ik werk me helemaal in het zweet, je kunt het zien. Het is natuurlijk ook 40 graden. Om dit programma mogelijk te maken. Dus ik hoop dat je mee wilt pionieren. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Dus je schrijft geschiedenis. En we mogen nog 9 afleveringen maken. Maar ik heb daar gewoon budget voor nodig. Om de programma's mooi te kunnen maken. Om de postproductie te doen. En ik doe op dit moment alles zelf. Maar ik kan nog wel wat handjes gebruiken die me daarbij willen helpen. En die moeten natuurlijk ook wel betaald worden, laat maar zeggen. Dus ik hoop dat je net als EcoSavers en Eco, Tonzon, Speed Comfort, Extra Warm, LED, Engbirds, Hoveniers, mij zou mee willen helpen om duurzaamheid naar het grote publiek te krijgen. info@greenmakeover.nl als jij mij mee wil helpen in deze pionierfase en mee wil helpen geschiedenis schrijven om een groen leven naar het grote publiek te krijgen. Wat normaal echt niet met dit onderwerp nog bezig is.